is aan ons om ons goed voor te bereiden, ons niveau te halen. En we weten allemaal dat Brugge een topteam is. Maar ook op standaard hebben we ons mannetje staan. En dan kun je soms toch die onverwachte wedstrijden naar je toe trekken. En kijk, we hebben ergens die extra punten nodig om er helemaal tussenin te zitten. En dan ga je ook weer met een ander gevoel naar Beveren toe. Het team is de laatste weken goed aan het werken in ieder geval. We hebben ook wat minder momenten. Philippe Daams geeft het ook vandaag aan in de kranten. Hier of daar nog wat wisselend. Maar altijd wel een team die opstaat, die reageert en toch ook zijn kansen afdwingt en ook wel doelpunten maakt. Dat is zeker namelijk het zuren terug een beetje erin komen. En die kracht is nog niet daar zoals het zou moeten zijn. Maar dat komt alleen door wedstrijden te spelen en te trainen. Ik denk misschien dat ik toch de fout gemaakt heb om tegen Zulte Waregem al terug te spelen. Dat het misschien toch nog iets te vroeg was. En dat had ik beter niet gedaan. Dan heb ik dan een kleine terugval gehad. En daarom dat een paar weken langer geduurd heeft. Merk je dat de groep zich optrekt aan het feit dat de kapitein terug is? Ik weet niet. Ik probeer natuurlijk te helpen waar ik kan. Ik denk, maar het ligt niet aan één of twee spelers dat ze op veld staan of niet. Ik denk, Westerlo of wij, we moeten het als ploeg doen. En ik denk, van het collectief moeten we het hebben. Maar het is natuurlijk altijd prettig voor een trainer te horen dat iedereen aan boord is of dat iedereen fit is. Dat hij keuze genoeg heeft om 11 jongens op het veld te brengen. Je ziet aan ons team alleen nog dat wij, als wij niet meteen in onze wedstrijd komen, we moeten wat zoeken, dat wij ook wat onzeker worden. En dat moet daar ook natuurlijk uit. Hè. Dat zag je ook na een goede start in Moeskroen, dat de tegenstander wat meer druk uitoefent. En dat we de oplossing niet meer konden vinden in het middenveld en er niet meer onderuit kwamen. En dan wil je een team dikwijls ook wat tijd geven, maar op een bepaald moment moet je wel reageren. En je hebt ook niet veel zin om elke keer die ploeg om te gooien. Ook een team moet zelf daar een bepaalde correctie en antwoord op kunnen geven. En dan mogen niet 2-3 mensen zich wegsteken en onzeker worden, want dan komt het team in de problemen. Wat is het belangrijkste in zo'n match? Een snelle spits zoals Visnekovs of iemand die de bal bijhoudt zoals Gounongbe? Ja, dat is inderdaad. Een spits moet tot scoren kunnen komen. Die kans heeft ook Fred gehad tegen Lokeren. Je ziet ook bij Gounongbe dat het in het doelvoetbal soms wat moeilijker is. En dat hij eerder op die diepgang teert. Ja, dat is ook altijd moeilijk. Samen hebben ze het wat moeilijker om het uit te voeren. Omdat ze wat minder complementair zijn. Niemand die eigenlijk de bal kan geven naar elkaar. Dan moet je al heel sterk zijn om heel hoog te staan. Zoals we de laatste 10 minuten ook tegen Lokeren hebben gedaan. Ja, dat is inderdaad soms wat zoeken. En zeker omdat ze alle twee in staat zijn om een goal te maken. Moet je kijken naar wat de groep nodig heeft. Wie op de 10 staat. Heb je iemand die wat meer in de bal komt. Dan heb je misschien wat meer diepgang nodig. Ja, dat zijn inderdaad soms moeilijke keuzes. Ik vind wel dat wij als team steeds completer worden. En ik vind ook dat wij ook iedere keer trachten het spel weer naar ons toe te trekken. En toch een bepaalde eigenheid aan het creëren zijn. Belangrijk is dat die groep zo goed als fit is. Hè? Dat iedereen ook inzetbaar is. Dat je ook wat kunt variëren. Dat je ook in de wedstrijd, waar er ook soms wat jongens moeilijk, toch weer kunt bijsturen. En iedere keer sterker wordt. Dat zag je ook tegen Lokeren. Dat zagen we ook nu in Moeskroen. Maar het is ook belangrijk dat je ook stabiliteit hebt. Dat je niet constant alles door elkaar gaat gooien. En op basis van dat vind ik wel dat het team zich aan het ontplooien is. Daar is de terugkeer van de Keulaar en de Daams natuurlijk ook zeer belangrijk in. Hoe verliep de samenwerking met Niels Schouteren op links dinsdag? Ja, het was de eerste keer dat we samen gespeeld hebben. En zoiets wordt alleen maar beter en beter door meer en meer samen te spelen. En ik denk, bij momenten was het goed, maar het kan altijd nog beter. En, maar zoals ik al zei, dat zijn automatismen en dat krijg je alleen door samen te trainen en samen te spelen. En dan wordt het altijd beter. Ik denk dat we door de druk die ontstaan, zeker in thuiswedstrijden, ook soms een beetje de kritiek die er rond ontstond, ook de situatie waar je staat, is een publiek enorm laag. Misschien is deze groep nog wel gevoeliger dan heel veel andere groepen waar ik mee gewerkt heb. Als het niet goed draait, dan voel je ook al een beetje dat stille gemoed wat er een beetje over de groep heen komt. En dan is het alleen maar belangrijk bij elk moment dat je hebt dat het publiek erachter komt te staan. Dus ik denk alles wat het publiek kan doen door te motiveren, door achter die groep te staan, kan alleen maar een grote winst zijn voor dit team.